Functioneren is uiteraard iets anders. Hè. Dat kan gevaarlijk zijn, hè, wanneer als je de rechter rijdt. Goedemiddag, meneer. Heb je de papieren gezien van uw auto, alstublieft? Uw stoplichten op uw aanhangwagen werken niet. Duw jij nog eens op uw rem? Ja. Alleen een pinkje. Dat is toch links dat hij pinkt nu, hè? Nu is het nog links aan het pinken. Pinkje is naar rechts. Nu rechts? Ja. Nog eens op uw rem? Niks. Goed doorblazen, hè? Come on. Ik moet gewoon vasthouden. Dat is van 7, dat is in orde. Wat gaat jij doen met die licht? Ja, ik kan die ding ook laten maken. Ringen? Wat zou eigenlijk vandaag moeten gebeuren of ja, morgen, hè? Ik ga nu naar huis. Ik ga het laten ik kom maken. Ik nog eens even mee naar hier. Ja, ik ga hem direct laten maken, hè? Een aanhangwagen, hè? Die moet vooraan ofwel witte reflectoren hebben ofwel witte standlichten. Die hebben er ooit opgesteld, maar die hangen er niet meer op. Dus tot een meter 40 mogen het witte reflectoren zijn en anders moet het witte standlichten zijn. Witte reflectoren, ja, nee. En hoe breed is het, denk je? Ja, dat kan ik niet zeggen. Want witte reflectoren dat is gemakkelijk, hè? Je gaat die kopen bij een do-it-zelf, met tech 7, je plakt die erop en dat is in orde. Hè? Dat we allemaal lukken dat in orde brengen? Ja, ik breng dat in orde. Kan je dat niet voor verbaliseren? Nee. Want ik kom je toch nog dikwijls tegen. Hè? Ja. Hoe was nu het contact met de politie? Contact? Oh. Ja. Onderaan, hè. Altijd rustig blijven. Dat is heel graag. Geen fout zijn. Ja. Moeten toegeven, hè. Ja. Hadden zin om? We hebben u door de vingers gezien. Een brave man. Ja, maar jij zit ook nog braaf. Ja, maar hadden geen zin om minder kalm te blijven? Had je geen zin om een keer? Nee, zo zijn ik niet. Nee. Zijn er rustige mannen? Ja, dat doe ik niet. Nee. Nee, nooit gedaan in je leven? Nou, toch niet veel. Dat is altijd achteruit. Ja? Tegen dingen, dat is dikwijls achteruit. In een naviot, zou ik zo maar zeggen. Dat is zo'n typisch spreekwoord uit Turnhout. Ja, wel, Voslaar misschien, ja. Dat is toch zo, hè. In mijn ondervinding zo, hè. Ja. Ik ben geen nog vliegende. Hè. Nee, ook altijd rustig, ja, met rustig. Moeder de vrouw. Ja, toch. Ja, dat is zo, hè. Ik kwam gewoon een keer lopen, ja, hè? Ja. Ik denk dat hij allemaal. Allee? Ja. Met gedacht nog? Ja. Ga je dan niet aan je vrouw vertellen? Ja, dat zeker. Ja? Maar die komt op tv, want dat moet ik zien, hè. Want zeg, ik zou het niet zeggen tegen mijn vrouw, want anders krijg je meer slechte punten. Ja, dat is ook weer zo, hè. Dan gaan we het stil te laten maken. Witte reflectoren, net gezegd. Witte reflectoren, zelfklevende. Ja, ja. Hier? Ja, voilà. En ook aan de achterkant, hè? Oh, de achterkant. Ja, natuurlijk. Die witte reflectoren moet je op het breedste gedeelte van je voertuig openleggen, hè? Hier, hè? Oh, de nul en de achter nog hier. Nee, hier. Vanaf er niet. Van achter hangen de rode driehoeken op een aanhangwagen. Dat is in orde, want die sporen aan, hè? Oh, voor een keer dat van ginder komt, dat je uitruikt, komt dat in de schaar te staan. Ja. Dat is de bedoeling dat de lichten erop schijnen en dat ze zien hoe breed dat jij er mogelijk is. Zo leer er nog iets bij. Ja, hij heeft er opgang nodig, ik weet niet dat ik het te zien heb. Ja, die man branden, hè? Ooit, hè? Want die boeren, hè? Nooit geen tijd, hè? Die ochtend, hè? Bent u landbouwer in die? Veehandelaar. Veehandelaar? Dat is nog erger, hè? Nee, dat zeg ik niet. En in welk vee handelt u dan? Ja, rundvee, hè? Rundvee. Dus u hebt runderen op de wei staan? Ja, nee, ik zal niet staan. Ik zie dat een bord Turnhout. Waar staan wij nu? Hier? Daar begint Turnhout. Ja, Vosselaar, hè? Dat is hier Vosselaar. Of Giel, Vosselaar, denk ik. Dat is hier Vosselaar. En daar begint Turnhout. Hé, daar, hè? Dat is hier wel, hè? Dat is dan maar met 10 meter. Gaan we een keer in Turnhout het gesprek verder zetten? Kom je die? We gaan het gesprek verder zetten in Turnhout. Dan kijk ik al drollen, ja, dan kijk ik terug. Natuurlijk. Want uw auto staat eigenlijk in Turnhout. Kijk, hier zitten we in Turnhout. Maak eens wat reclame voor Turnhout aan de kijker. Waarom moeten de mensen Turnhout komen bezoeken? Dat is een mooie stad, hè. En waarom?
veel winkels. Goed voetbal ook. Ja, een goed ploeg. Ja. In derde klasse? Of? Ja, dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Dat weet ik niet. Nee? Alles weet ik niet. Jij bent meer dan ik. Ik denk het niet. Ik denk het niet. Nee. Maar je ziet er mij een gelukkige man uit, hè? Ja, dat is leuk. Hoe lang bent u al veehandelaar? Van 14 jaar. Ja. En u bent... Met fietsen beginnen, als ja. Morgen kan ik nog geen oprijden. Hè. Ja. Toen bocht ik 18. Hè. En hoe lang doet u dat dan? Nu ben ik 52. 52? We zijn dezelfde leeftijd. Ja? We zijn dezelfde leeftijd. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Jij ziet het toch wat beter dan ik. Dat zeg ik niet, dat zeg ik niet. Ik denk dat jij er beter uitziet, want jij staat elke dag in de openlucht. Ja, oh, ik heb die grote... Tussen de beesten in de wilde ja, natuur. Dat is ook. Je bent uw eigen baas. Ja. We moeten wel zien dat er wat een bestje komt, dat wordt malig. Voilà, maar ik ga je daarom niet te lang bezig houden, Eddie? Zeker niet. Wat een goed, hè? Beste naam. Ciao, hè? Ja. Goed, Eddie. Beste naam. Dank je.